Yo guys, welkom bij een nieuwe video en vandaag gaan we even kijken naar Batman Dying is Easy. Dus vandaag ben ik hier weer samengekomen met Kevin om weer een nieuwe kortfilm te gaan kijken. Dit keer is het geen luchtige film over een konijntje die van alles fout doet. Het is ook geen depressieve film over een schoolshooting, maar vandaag is het de good old Batman. The Dark Knight. The Dark Knight. Ik moet wel iets harder praten dadelijk. The Dark Knight. Ja, Batman Dying is Easy is een kortfilm gemaakt door het YouTube-kanaal Bat in the Sun. Een kanaal dat best wel veel geld stopt in grote battles tussen verschillende personages die je normaal niet met elkaar zou kunnen zien vechten, ondanks de cinematic universes die hier bestaan. Denk bijvoorbeeld aan Deathstroke tegen Deadpool. Denk aan bijvoorbeeld, wie heb je nog gezien? Wolverine versus Wonder Woman, The Predator versus Wolverine, wat heb je nog allemaal? Buzz Lightyear versus Darth Vader. Ja, je kunt het nu niet zo gek bedenken, of ze hebben er een fight van gemaakt. Cool. Ik heb ook gezien, een van de recentere video's was nu Marvel versus DC versus Star Wars. Ja, dat ziet er ook wel interessant uit. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Maar dus, zij hebben nu een kortfilm gemaakt genaamd Batman Dying is Easy. En de cast van deze film is ook best wel gigantisch. Ja, ze zijn wel steeds, ze doen het al even, dus ze zijn ook steeds groter geworden. En nu hebben ze blijkbaar zelfs Michael Madsen weten te strikken voor een van hun filmen. Voilà, mocht je Michael Madsen niet kennen, die kun je natuurlijk kennen Reservoir van Dogs. Reservoir Dogs, heel veel andere films van Quentin Tarantino. Dus het is een alom gekende naam. En hij zit nu dus in een Batman kortfilm. Waar de kortfilm over gaat, heb ik eigenlijk geen idee van. Ik weet dat het goede producties zijn. Ik heb heel veel andere kanalen gezien. Ja, voilà. Ik heb heel veel andere kanalen gezien die erop hebben gereageerd. Dus waarom moeten wij achterblijven? Batman, Dying is Easy. Ik hoop niet dat Batman sterft. Dat is het enige. Ja. Dat zou een beetje jammer zijn. Hopelijk niet aan de eerste 2 minuten, want Dying is Easy, ja. Ja, inderdaad. Maar dus, laten we gewoon gaan genieten van Batman, Dying is Easy. Bat in the Sun. Oei, dat is warm. Dat is een badpak. Badpak. Dat is de badkar. Ja. Dat is de badkoets. To be honest, het pak zit in de badkamer. Oh my god. Dat ziet er echt wel goed uit eigenlijk voor een fan. Jezus, dat logo is wel fucking cool. Ja. Ja, het ziet er wel goed uit. Nu al. Hoi. Hé, die ken ik ook. Ik dacht even dat het meisje van de ring was eigenlijk. Wat een crossover. Shit man, dat ziet er echt goed uit. Oh. Oei, oei, oei. Ja, dat is pijnlijk. Die zijn eraf. Die zijn onbestaande. Is dat Daphne Keen? X-23? Wel, die is Logan rap vergeten. Dat ziet er beter uit als Justice League. Ja, de 2017 versie sowieso. Ja, Mike, Jesus. Ja, maar dat is Michael Madsen. Ja, hij speelt die collega van Gordon. Harvey Bullock. I don't really have a lot of extra time. The babysit. The freak. In a cape. Flying around the city pretending to be a superhero. You guys spend most of your life together, right? Trigger. Not him. A long time ago. But you're the one with a gun. And a license to kill. Yeah. James Bond?
Got a license to kill. Dat ik was ook nog eens boven met een golden gun. Zolang ook de pussy maar weg blijft. Fijn dat dat op camera staat. If you gotta go, you gotta go. Ik ben wel benieuwd naar deze conversatie. Die lijkt nu eigenlijk op Ron Perlman. Oh, Mr. Freeze. Oh! Geen Arnold Schwarzenegger deze keer. You know what killed the dinosaurs? The Ice Age. The Ice Age. That's cool. Hem ken ik ook. Ja, dat is Doc Jones. Dat is die van Pan's Labyrinth en Hellboy. Hij speelt die waterjongen zo. Die ja, what the fuck? Sapien. Deze cast, Shape of Water ook. Shape of Water speelt hij ook, ja. Die heeft iets met waterwezens, precies. Ja. Ah, oh, Poison Ivy. Maar ey, what the hell? Oh my. Oh, Harley Quinn. Ik vind Poison Ivy wel... Killer Croc. Killer Croc, huh? Ja, kijk eens aan. Ziet er beter uit de Suicide Squad? Ja, ja, inderdaad. Oh, oh my, wat goed glas. Daar gaat we Killer Croc niet tegenhouden, joh. Wie is dat nu nog? Is dat de Joker dan? Ja. Nu hadden ze gewoon echt Mark Hamill moeten casten. Ja, hij is al wat ouder bij, want hij sterft. Dadelijk is dat Jared Leto of Joaquin Phoenix. Ik wil zeggen of Nicolas Cage, maar ik bedoel Jack Nicholson. Wel, Nicolas Cage is een Joker is ook wel leuk. Superman zeker. Ik begin wel de naam van de film te begrijpen. Dying is easy. Dat is goed gedaan. Dat ziet er een coole Joker uit. En als ik eerlijk mag zijn, ook wel heel goed geacteerd hoor. Veel... Niet zo over de top, zo. Nee. Crazy, but intimate. Ja. Finish what you started. You have nothing to say. I just told you that I'm dying. This is it. The final confrontation after all we've been through. I don't care about our legacy. Wow. You're a coward. And then I'll kill every single inmate at Arkham Asylum. But you need me. Oh, all right. Nancy, I'm the one thing that you are not. Every morning with a great big smile. I absolutely love my life. But you. You absolutely hate yours. Where were you when the boy laid bleeding out? On the floor in that dusty warehouse. Where were you? True, presenting him to me was a stroke of genius, masterful in your story writing. I digress. Moving on. That one flew over the cuckoo's nest. How can we forget our favorite redhead? So photogenic, so young. Is dat die dochter? Is dat Selina Kyle, die dochter van Negus? Gordon? Selina Kyle is Catwoman, hè? Oh, ja. Barbara Gordon is Barbara de... Gordon. Dat is Barbara Gordon is is. Oh! Oeh, Gordon is kraken. Zou hij dat doen? Zo hebreken. Shattered like her spine. You say that you're king around here. But all I hear is the same old song and dance. But... Oh,
I'm dying. Are you? I'm sick. I've been poisoning your water supply for weeks. I knew that if you thought that you were dying, then you'd play your cards out to try to impress me. I found 3 sets of fingerprints, and one of them was yours. I guess dying isn't easy. Is that a joke? I'm playing everyone, the whole time, and me included. You'd have to be real. You think I was? I wish we could have saved the men in time. Those men were already dead. Excuse me, what was that? What did you just say? I said they were already dead. You knew they were dead? Yes. Then what was all that about? Why did you do all that for them? I didn't do it for them. I did it for their families. Yeah. I can see why Gordon respects you. I used to think you were too crazy to deal with. Michael Madsen's a quote. But I realize now, underneath that Halloween costume here, is he not such a bad guy at all? Thanks, Bash. What an asshole. A monster that I both fear and embrace. A monster that I call. Shit, man. Kevin Porter. Oh, hij heeft dat ook zelf gespeeld. Ja, hij speelt de Joker. Hè? Ook in die clips. In die... Ja, ja, ja. Hij is... Doug Jones. Hij was de Riddler. Ah, oké. Okay. Dus dat was de kort van Batman Dying is Easy. Kevin, wat vond je ervan? Sterk, voor een kortfilm was dat toch best... Was dat veel in? Ja, voor een kortfilm was hij heel sterk. Heel vol. Ja, in die 20 minuten is er echt veel gepasseerd. Binnen 20 minuten snap je deze hele wereld. Mm-hmm. En het is niet alleen omdat je de personages al kent, want er is wel duidelijk iets anders mee gedaan. Bijna iedere villain zit al in Arkham Asylum. Ook heel cool om iedereen zo even langs te zien komen. Harley Quinn, Doug Jones. Als de Riddler dan. Ja, Harley Quinn. Wie zat er nog bij? Poison Ivy, Killer Croc. Hugo Strange. Heel veel bekende villains. Mr. Freeze. Mr. Freeze zat erbij. Heel veel bekende villains die de revue passeren. En dan komt je uiteindelijk uit bij degene... Ja, de villains. De villains, hè. De Joker. En dat is wel... De eeuwige nemesis. En dat gesprek wat die hebben, dat voel je langs alle kanten. Ja, dat was heel goed gedaan. Dat is ook wel het centrum van de film natuurlijk weer. Hè? Dat steekspel, schaakspel eigenlijk. Letterlijk en figuur. Ja. Want er stond een schaakbord. Ja, dat was goed in beeld gebracht. Ja. Dus letterlijk, van je denkt dat Joker bovenop staat. Gaat hij breken? Gaat hij zijn zin krijgen? Gaat hij... Kevin... Ik heb een Porter. Gaat hij Batman zo ver kunnen krijgen? Mm-hmm. Om uiteindelijk dan weer de omdraai te maken dat Batman van het begin al eroverheen zat. Dat vond ik heel interessant gedaan. Ja, Batman is wel stevig in deze film. Ja, op zich, ik zou het niet erg vinden om meer in deze worldbuilding style te zien, zeg maar. Van de personages en van de bad guys. Om nog meer van die films te zien, ja. Ja, het was heel interessant, het zat heel goed in elkaar. Ja, ja. Mogen ze mee verder gaan. Maar ja, hun kanaal is echt wel, daar zitten echt wel goede dingen in, hoor. Het kanaal gaat erover. Het kanaal heet Bat in the Sun, mocht je het willen opzoeken. Kevin, hoeveel zou je deze kortfilm geven op 10? Oh, ik denk toch wel dat ik een 9 op 10 geef of zo. 9 op 10? Ja.
Ja, ik ga toch voor een 8,5 op 10 gaan. Ja. Ik vond het einde misschien nog een klein beetje gerushed vergeleken met het hele gesprek, maar ik snapte het wel. Het was goed geplaatst. Maar langs de andere kant vind ik het niet erg dat ze niet langs de hete brei rond dat ze er direct een einde aan brei. Ah, ja. Ja, ze gaan niet rond de pot, zeg maar. Dat is goed. Het is een kort film, hè? Dus ja. Ja, heel sterke kort film. Zit erin. Heel sterke kort film en het verhaal wat het wil vertellen, de titel werkt: Dying is Easy. Wat eigenlijk bedoeld is in de film: Dying is Not Easy. Mm-hmm. Especially not for the Joker. Nee, de Joker, wou. Ja, dat. Ja, maar dus mensen, wat vonden jullie van deze kort? Van, laat het weten in de comments beneden. En wij zien jullie graag terug in de volgende video. Mensen, bedankt voor het kijken. En ciao.